gelijk hem zegt, ik ben Gerben Thijs. Ik ben 18 en ik ben blij hier te zijn. Ik ben vooral blij hier geraakt te zijn, want 1, ik heb geen rijbewijs. En 2, ik heb ook al een paar jaar een relatie. Wel met mijn zetel, maar... Nee, ik lag daar heel veel in, omdat ik keek ook heel veel tv. En dat is nu ook minder, want dat is moeilijk geworden. Want ik zit op beroeps en ik heb geen wiskunde. En alle zenders hebben nu de naam van hun nummer. En dat is op zich een goed concept, maar dan moet je ook wel die zenders op je zendernummer zetten. Want wat krijg je nu? Nu heb je 1 op 2, 5 tv op 6, 2B op 5, 4 op 3, 8 op 9, 12 staat juist, maar dat is Ketnet. Daar kijk ik alleen naar als ik alleen thuis ben. Als Amica bezig is. Nu, ik ben laatst ook wel iets te weten gekomen. Dat is dat er vorig jaar voor een kwart meer op het internet aangekocht is geweest. En de populairste zaken, dat waren kleding, accessoires en binnenhuisdecoratie. Allemaal vrouwenzaken dus. En ik dacht, chance dat thuis de wifi niet tot in de keuken geraakt was. Nu, omdat ik daar toch over heb, mijn ouders die zijn nu 2 dagen thuis weg. Die zijn op weekend. En ja, dan doe je altijd dingen die je anders niet doet, gelijk... lasagne eten voor de tv. Als ik zoals alleen ben, dan ga ik ook eens graag een pintje drinken. Dat doe ik wel vaker, eens op café gaan. Wel met mijn vader. Ik heb niet zo heel veel vrienden. Maar de laatste keer zaten we eens op café en toen zei hij, als je nog eens een optreden hebt, moet je zien dat je niet te rap praat als je zenuwachtig bent. Als Limburger. Ik zeg, ja, misschien heeft mama 9 maanden voor ik geboren werd seks gehad met iemand van een andere provincie. Je weet dat niet. Lachen, drinken nog een pintje, komen thuis. En papa vertelt een verhaal aan mama en die kijkt mij aan. Hoe weet jij dat? Dus nu woon ik met papa alleen in Altwisselt. Want mama heeft gewonnen. Goed, ik was Gerben. Fijne avond. Gerben Thijs!